Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. We heten van harte welkom de heer Breedveld. De heer Breedveld is sinds juli 2013 vicevoorzitter van de brancheorganisatie Nederland ICT. En daar portefeuillehouder ICT en overheid. En zijn geld verdient hij met het zijn van lid van de Raad van Bestuur van Ordina. Sinds 2010 de commissie. Zal u ondervragen waarbij de heren Van Menen en ik het voortouw zullen nemen, maar de rest van de commissie, mevrouw Bruinslot, de heer Ulebelt, mevrouw Fokke, natuurlijk ook gewoon goed opletten en meedoen. Nee, ik zeg het verkeerd, u bent CEO, Chief Executive Officer van Ordina. Daar heeft u gereorganiseerd, u vond een nieuwe investeerder, u verkocht allerlei deelnemingen. En in 3 jaar moest de boel weer op de rit staan. De pers noemt zo iemand een puinruimer. Wat is de officiële titel? Ja, wij zijn bezig met een belangrijke transformatie van het bedrijf. Dat is dan het nette woord, maar er was wel wat achterstallig onderhoud, dat klopt. En dat hebben we inmiddels opgelost. Dus in de kroeg zegt u ook, ik moest puinruimen. Ja, er moesten wel wat dossiers worden opgeruimd, ja. Heel goed. Wat is Nederland ICT eigenlijk, voor diegenen die... Nederland ICT, en wat is uw rol daarbinnen? Ja, Nederland ICT is de branchevereniging voor de leverende ICT-industrie. Er zitten spelers in zoals Ordina, dat zijn de klassieke system integrators. Maar er zitten ook software leveranciers in en hardware leveranciers. Die brancheorganisatie wordt geleid door een bestuur. Die bestuur bestaat uit bestuurders van de leden. En ik ben daar inderdaad sinds een jaar vicevoorzitter. En de belangenbehartiger overheid. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kopjes thee drinken met ministers? Nee, dat zit er soms ook bij. Maar het is met name dat ik verantwoordelijk ben voor alle activiteiten die we doen van Nederland ICT richting de overheid. Nou, zullen we straks denk ik nog wel wat verder over spreken over de e-dialoog die we hebben en een aantal andere zaken die we met de overheid doen om de verhoudingen zo goed mogelijk te krijgen. Maar dus ook af en toe dan een kopje thee? Af en toe, ja. Zo'n paar keer per jaar hoort dat er ook bij. Vertel eens, bij wie doet u dat en waar gaat het dan over? Dan moet u voorstellen dat wij recentelijk met de minister een discussie hebben gehad over de welke rol van... Welke? We hebben er 14. Het was met minister Blok, daar was een gesprek over hoe ICT de overheid zou kunnen helpen de komende periode. En dat soort gesprekken vinden ook vaak plaats, zeg maar buiten Den Haag met meer de ZBO's in Nederland. Zelfstandige bestuursorganen. Wat hoopt u te bereiken met de activiteiten voor ICT Nederland? Het is overigens Nederland ICT. Voor Nederland ICT, ja, zeker. Wat wij hopen bereiken is met name ook de verhouding tussen de leverende ICT-industrie, dus de leveranciers in het kort, met haar klanten te verbeteren. En waarbij de overheid een hele belangrijke rol speelt, omdat in de ICT-industrie 40% van de business is ongeveer in overheidsland. Nou, daar gaan we het ongetwijfeld verder over hebben, meneer Van Menen. Ja, hoe zou u de relatie tussen de overheid en de ICT-branche op dit moment kwalificeren? Ik zou de woorden willen gebruiken in toenemende mate constructief. Dat betekent dat het eerst blijkbaar niet constructief of minder constructief was. En wat betekent constructief in dit verband? Constructief betekent dat ik denk de overheid en ook de leveranciers zich in toenemende mate bewust zijn dat je ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt om ICT succesvol te implementeren. Dat het niet alleen een verantwoordelijkheid van de leverancier en ook niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid kan zijn. Je moet dat echt samen doen. En ik ben zelf ook een hele grote voorstander om dus de dialoog met elkaar aan te gaan om te kijken hoe we dingen beter kunnen doen. Het woordje toenemend heb ik eraan toegevoegd, omdat het inderdaad vroeger denk ik minder goed ging dan dat het nu gaat. Omdat ik zelf ook zie dat de bestuurders om me heen, zowel bij de overheid als bij de leveranciers, denk ik ook af willen van de polarisatie en de juridisering van een aantal dossiers. En dat is wellicht ook de reden dat er in 2012 een convenant is afgesloten en recent vervangen door de zogenaamde... Idealoog. Ja, klopt. Ja. Klinkt als ideaal. wat hebben die aan de samenwerking bijgedragen tot nu toe?
Nou, ik denk dat de convenant enorm heeft bijgedragen. Er zijn een aantal platformen gecreëerd waarbij de overheid en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. En bijvoorbeeld de CIO-cafés is daar een mooi voorbeeld van. We ontmoeten elkaar ook tijdens het e-bestuurcongres, wat dan één keer per jaar plaatsvindt, waarbij een aantal woorden besproken worden of een aantal onderwerpen besproken worden. Dat gaat heel erg goed, want het creëert vertrouwen, het creëert begrip voor elkaar. Ik heb destijds samen met Maarten Hillenaar de opvolger e-dialoog genoemd, omdat het convenant is nogal een juridische term. En ik vond eigenlijk dat het woord dialoog daar juist centraal in moet staan. Dus de opvolger heeft toen de naam e-dialoog gekregen en de i is dan natuurlijk een knipoog naar de ICT-industrie. Ja. Nou ja, nou heeft u het over wat op het eerste oog als gezellige bijeenkomsten klinkt. ICT-café en of de, hoe heet het? Het CIO-café, neem ik aan. Het CIO-café begint vaak met een inhoudelijke presentatie. Die kan vanuit de overheid komen of vanuit de industrie. Dan moet je denken dat onderwerpen als cybersecurity daar een rol spelen of cloud computing. En die wordt daarna gevolgd door een borrel die ook gezellig is. Maar het gaat met name om de inhoud. Wat we dit jaar hebben toegevoegd is een masterclass ICT, waarbij een 15-tal mensen uit de overheid deelnemen aan een masterclass en een 15-tal talenten uit de ICT-industrie die gezamenlijk een curriculum doorgaan, waarbij enerzijds vanuit de overheid gepresenteerd zal worden en besproken zal worden hoe een aanbesteding eruit ziet, bijvoorbeeld vanuit overheidswegen, en vanuit de industrie met name gepresenteerd zal worden wat dat dan betekent voor de leveranciers als zo'n aanbesteding op de mat valt. En wat we daarmee willen bereiken is om gewoon begrip over en weer te creëren enerzijds en anderzijds ook bepaalde issues te agenderen die misschien wel verbeteringen behoeven. Dat hebben we al één keer gedaan, dat was rondom Best Value Procurement. Dat hebben we eerder dit jaar gedaan. Dat was een groot succes. We gaan het later nog uitleggen, ja. Maar probeert u ze te vermijden? Wat zegt u? Probeert u ze een beetje te vermijden of toe te lichten als u ze gebruikt? Die termen die mensen thuis niet kennen. Oké, prima. Ja, goed punt. Als je nu het is nu 2014, in 2012 een convenant en dan in 2013 neem ik aan of recent, dit jaar zelfs nog, de e-dialoog. Ja. Opnieuw een afspraak. Wat maakt dat laatste beter dan het eerste? Wat heeft u al van de eerste geleerd? Ik zou niet willen kwalificeren dat de e-dialoog veel beter is dan het convenant. Het is denk ik de logische opvolging. Een aantal goede elementen is ook weer teruggekomen in de e-dialoog. Ik denk dat we wel veel meer de nadruk hebben gelegd op met elkaar de dialoog aangaan en wederzijds vertrouwen creëren. In het convenant spraken van een echte inzet op publiek-private samenwerking, PPS-constructies. En in de e-dialoog is dat verdwenen. Klopt. Kunt u dat verklaren? Ja, we zijn er in de discussies eigenlijk achtergekomen dat publiek-private samenwerking geen doel op zich is. Het is een middel tot. We hebben ook gezien dat in de ICT-industrie tot nu toe niet een hele grote rol heeft gespeeld. Bij ons bedrijf Ordina speelt het ook geen grote rol. We hebben wel een vergelijkbaar initiatief, maar dat is dan in de zorgsector. Daarom hebben we hem er ook uitgehaald, omdat blijkbaar tot nu toe het nog niet een hele belangrijke rol heeft gespeeld en we er ook niet de nadruk op wilden leggen. Maar bedoelt u ook te zeggen dat u er eigenlijk niet in gelooft in die vorm? Nou, ik kan me best wel voorstellen dat op bepaald aantal gebieden dat je een publiek-private samenwerking zou kunnen vormgeven. Maar of dat nou echt een doelstelling zou moeten zijn en of het ook wenselijk is, daar zet ik toch wel af en toe mijn vraagtekens bij. Nou, is er binnen de overheid de afgelopen jaren toch een zekere tendens naar centralisatie. Er gebeuren steeds meer dingen gezamenlijk, ook om van elkaar te leren en noem het allemaal maar op. Maar ook in efficiëntie, gezamenlijke rekencentra, noem het maar op. Hoe kijkt u daar vanuit Nederland ICT naar? Ja, ik moest er zelf ook aan wennen, hoor, zeg ik wel eerlijk. Ik kijk daar positief tegenaan. Ik vind het, denk ik, goed voor de Nederlandse overheid dat er ook meer centraal gekeken wordt naar ICT en toepassing van ICT, ICT-projecten. Ik juich dan ook de ontwikkelingen om CIO's te benoemen, die inmiddels eigenlijk op alle grote instanties wel benoemd zijn, toe. Ik denk dat dat ook noodzakelijk is. Ik zie ook dat er in toenemende mate overleg is tussen de verschillende spelers in
ICT-overheidsland. Dat is ook positief. Ik denk wel dat die ontwikkeling versneld zou kunnen worden. De voorzitter wijst mij op iets, maar dat begrijp ik niet meteen. Nee, gaat u verder. Gaat u verder. Wij hebben zelf ook het nodige onderzocht. Daar heb ik ook eerder gesproken natuurlijk, is al gememoreerd. Een van die bevindingen die daaruit komt en wat mensen vaak met ons delen, is dat met de ICT-kennis bij de overheid eigenlijk slecht gesteld is. Wat is uw opvatting daarover? Dat is natuurlijk een hele algemene uitspraak. Ik denk dat bij de overheid zeker heel veel ICT-kennis is. Sterker nog, de meeste ICT-werknemers zitten ook in overheidsland. Wat wel denk ik is dat vaak op directie- en bestuurlijk niveau er meer ICT-kennis aanwezig zou moeten zijn, naar mijn mening. En daar werkt u dan ook aan met de masterclasses, maar dat is alleen op het hoogste niveau, begrijp ik. Nou, die masterclasses zijn met name bedoeld voor, noem het even programmaleiders of programmadirecteuren. Wat je in de industrie de afgelopen 10, 20 jaar gezien hebt, zowel bij banken als bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, is dat er toch relatief zware IT-bestuurders in de raden van bestuur zitten. Er stond 3 weken geleden nog een interessant artikel in het Financieel Dagblad. Dat bij de ABN, de Rabo en bij de ING daar nu echt zware operationele IT-directeuren in de raden van bestuur zitten. Dat vind ik een hele logische en ook een hele wenselijke zaak voor de overheid. Omdat een groot stuk van de overheid, met name bij de uitvoering, is natuurlijk eigenlijk één groot ICT-gebeuren inmiddels. En ik denk dat dat ook heel erg goed is. Maar dat moet natuurlijk dan ook wel zijn weerslag vinden in hoe die bedrijven bestuurd worden. Ja, want nou ja, u spreekt bij dat café natuurlijk die CIO's. Wij hebben hier al meerdere keren aan tafel het gesprek gehad met mensen over de vraag of die CIO van ministeries of die aan de bestuurstafel van het ministerie moet zitten. Als ik u zo hoor, dan zegt u ja, dat is volstrekt logisch. Dat kan niet anders. Ik bedoel dat de CIO? De ministeriële CIO's. Ja? Dat die op het ministerie ook aan die bestuurstafel zitten. En hun invloed dat lijkt me wel wenselijk. Ik zag in een van de vorige gesprekken dat aangegeven werd dat veel plaatsvervangend SG's die rol pakken. Dat is denk ik goed. Maar ik denk ook dat we in een transitie zitten in Nederland in de bestuurderskringen, dat ICT-kennis eigenlijk voor elke bestuurder een soort basiskennis zou moeten zijn. En ik denk dat veel van de bestuurders natuurlijk op dit moment boven de 40, 50 jaar zijn. En die zijn natuurlijk opgegroeid in een wereld waar ICT natuurlijk veel minder belangrijk was. Kijk, ons bedrijf bestaat 40 jaar. De hele ICT-industrie bestaat, denk ik, 50 jaar. Dus we zitten nog in een hele jonge industrie. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat je over 10, 20 jaar nog een ZBO of een bank of een andere grote instelling kan leiden zonder dat je ook een hele goede basiskennis ICT hebt. Ja. Nou ja, dat brengt mij op het punt van de deskundigheid in de markt. We hebben het nu net over de overheid gehad, maar in de markt zijn er natuurlijk ook wel vraagtekens bij. In die zin dat bijvoorbeeld de heer Chris Verhoef, die heeft hier gezegd van, als ik naar de huisarts ga, dan weet ik, hij is gediplomeerd, hij heeft zijn cursus gevolgd, is ingeschreven in een register, noem het allemaal maar op. Heel licentiesysteem zit daarachter. Vindt u dat de ICT-branche ook zoiets nodig zou hebben? Ja, ik denk dat dat heel moeilijk zal zijn, denk ik, om te certificeren. Ik denk dat het meer zoiets is dat elke bestuurder geacht wordt een bepaalde economische kennis als bagage te hebben. Nou, dat hebben de meeste bestuurders natuurlijk inmiddels ook wel. En ik denk dat ICT-kennis dat ook is. Ik denk dat de volgende generatie bestuurders natuurlijk ook allemaal ICT-onderwijs hebben genoten. Waar maakt u dat uit op? De bestuurders van de ICT-bedrijven bedoelt u? Of de bestuurders zin in Nederland? Ik denk dat iedereen natuurlijk nu ook gewoon opgroeit met ICT. Sowieso. Je bedoelt dat ze allemaal een iPadje hebben of zo? Voor een deel wel, maar ook als gebruiker. En je ziet toch nog wel bij veel bestuurders op dit moment dat ze ICT toch nog wel eng vinden.
Ja, en als je daar natuurlijk nooit echt ook in gewerkt hebt en het nooit hebt beetgepakt, dan zie je toch vaak dat dat niet als gesneden koek ervaren wordt. Ja. Als we kijken naar de... U zegt nu iets over de certificering van bestuurders. Mm-hmm. Maar als we kijken naar de certificering... Dat weet ik niet, dat zei uw collega. Ja, maar als, nee, maar daar heeft u net een opmerking over gemaakt. Wat vindt u van de certificering van de mensen die in de ICT werken? Dus uw werknemers bijvoorbeeld. Ja, die zijn voor een stuk al gecertificeerd. He, dus heel veel mensen die natuurlijk een bepaalde opleiding hebben, dat zou je natuurlijk, dat is een bepaalde mate van certificering. Je ziet ook dat in bepaalde branches certificering is. Als je bijvoorbeeld aan ICT-systemen wil werken in de financiële sector, heb je ook een certificering nodig. Dus op zich is daar al vrij vergaande certificering. Maar dat zou dan zeggen dat als er vrijgaande certificering al is, in de medische sector bestaan er beroepsregisters met bijscholing, ja, nascholing, een aantal punten wat men per jaar moet halen om zijn bevoegdheid ook te houden. Als u dat verder doorredeneert, hoe kijkt u tegen een soortgelijk systeem aan als nu doorgevoerd in de zorg is? Ja, ik denk dat het niet veel oplost. Waarom denkt u dat het weinig zou oplossen? Nou, omdat ik denk dat een hoop van de problemen die spelen op ICT-projecten niet te maken hebben met de kwaliteit en het vakmanschap van de mensen die eraan werken. Dat is in de regel gewoon heel erg goed. En waar ligt het probleem dan wel aan? Ik denk dat het veel eerder te maken heeft bij enerzijds de governance, het leiderschap op die grote trajecten. En anderzijds dat het te maken heeft met de specificering van hetgeen gebouwd moet worden door deze mensen. Het is toch zelden het geval dat je aantreft dat degene die het moest bouwen of het team wat het moest bouwen, dat dat niet voldoende capabel was. Dat heb ik toch eigenlijk niet meegemaakt. Ik kom nog heel even terug op uw toch redelijk enthousiaste reactie op die centralisatie bij de overheid. Maar u heeft eerder in het Financieel Dagblad van 4 april 2013 iets daar ook, althans zo verstaan wij dat, over gezegd en gezegd dat deze ontwikkeling ons regelrecht business kost, omdat er bij de overheid dus ook in toenemende mate sprake is van inbesteding. Hè, waarbij, nou, zo, dat zijn uw woorden, over boventallige ambtenaren, ja, werk zitten doen wat u eigenlijk zou willen doen. Nou, dat is een andere ontwikkeling. De ontwikkeling waar u naar refereert, en daar ging dat, of althans, daar ging die quote in het Financieel Dagblad ook over, was de ontwikkeling dat de overheid overtollige ambtenaren inzet op vragen die normaal door de industrie werden vervuld. Daarvan heb ik toen de opmerking gemaakt dat dat voor de industrie wel pijnlijke gevolgen heeft. En dat heeft er ook toe geleid dat wij 2 weken geleden vanuit Ordina onze overheidsconsultingactiviteitenunit hebben opgeheven. Met als gevolg dat daar toen 25 arbeidsplaatsen vervallen zijn. Dus dat heeft wel direct impact gehad. Dat was zeg maar de reden waarom ik toen ook heb gezegd van ja, dat leidt wel tot in mijn ogen concurrentievervalsing en ook tot hele vervelende consequenties in de markt. Concurrentievervalsing, bedoelt u dat echt letterlijk? Vindt u dat de overheid niet zeg maar mensen die boventallig zijn zou moeten, met hun kennis zou moeten benutten, maar dat zou moeten inhuren bij u? Nou ja, kijk, als u hem zo stelt, hè, dat is natuurlijk ook een voor een deel, ja, een politiek vraagstuk. Nee, ik begrijp heel goed dat de overheid dat doet. En ik denk, als ik bij de overheid zou werken en ik zou natuurlijk geconfronteerd worden met overtollige medewerkers, ja, dan zal ik als goed huisvader bij de overheid natuurlijk ook zorgen dat ik ze een plek zou geven. Dat begrijp ik helemaal. Dat betekent niet dat ik er als industrie had ik het liever niet gezien. Ja. Ik, voordat we een nieuw punt aansnijden, namelijk over aanbesteding, had ik één vraagje nog. We hadden het er net even over dat bij de overheid op het beslissende niveau, bestuurlijke niveau, dat het een stuk beter wordt met de kennis van diegene als het gaat over ICT. Dat ze meer snappen van waar het... Dat betekent dus dat dat in het verleden niet zo was. Dat betekent dus, dat is ook de indruk die we hebben, zowel uit de gesprekken als uit het onderzoek dat we hebben gedaan. Dat is niet de hoofdoorzaak, maar één van de oorzaken. Uh-huh. Dat om die reden vaak projecten verkeerd zijn ingericht, verkeerd zijn aangestuurd, verkeerd zijn, te lang zijn doorgegaan, al die dingen meer. Klopt dat wat u betreft? Ja, en wij zien dat nu als wij naar onze eigen projectenportefeuille kijken vanuit ons bedrijf. En ik heb als voorbereiding van het gesprek daar nog wat onderzoek naar laten doen. Zien wij ook dat het beter wordt? Ja, nee, dat is op zich prachtig.
maar wij kijken ook terug en niet alleen vooruit. Dat betekent dus dat door, en ik zeg het nu hard, dat weet ik, maar door onkunde aan de kant van de Rijksoverheid, veel projecten duurder zijn geworden, minder hebben opgeleverd, minder goed gefunctioneerd hebben en hier en daar dus ook regelrecht een verspilling heeft plaatsgevonden omdat de overheid dat zelf niet goed managed. Ja, ik denk dat bevestigt u dat? Ik denk dat dat ongetwijfeld een aantal keren heeft plaatsgevonden. Waarbij ik wel de opmerking wil maken is dat dat is dan ongetwijfeld ook een stuk onkunde aan de kant van de leverancier geweest. Omdat het natuurlijk nooit zo kan zijn dat als je gezamenlijk een ontwikkeltraject of een bouwtraject ingaat, dat het dan alleen maar de schuld van de overheid dan wel van de leverancier is. Daar geloof ik dus helemaal niet in. Ja. Maar we hadden hier als commissie, alleen was ik toen toevallig vragenderwijs aan het woord, de heer Matthijssen op de derde uh-huh. verhoordag, vroeg ik aan hem, kan het zo zijn dat als je ICT beschouwt als een soort monster wat ingewikkeld is om te temmen en je weet er te weinig van, dat je dan dus al te gemakkelijk bij die leveranciers terecht kan en dat die leveranciers dus ook dat monster dan uiteindelijk wel voor je temmen, maar tegen veel hogere kosten dan misschien nodig was geweest als je het anders had ingericht. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik vind het een beetje flauwekul. Waarom? Nou, omdat ik denk dat overheid en leveranciers, althans ik zit nu 4 jaar in deze industrie, niet op die manier met elkaar omgaan. Dat beeld herken ik totaal niet. Nee. Maar overigens niet is ICT ook niet een monster. Nee. Nou, nog even dat terzijde laten. Dat beeld herken ik ook niet. Ja, maar goed, dat beeld herken ik niet. Dat zeggen mensen vaker in zo'n gesprekssituatie als wij nu hebben. We hebben wel aardig wat mensen langs gehad die dat beeld wel herkenden en er ook feiten voor aandroegen. En zeiden, die leveranciers die maken ook veel grotere facturen en meer uren dan vaak nodig is. En die vertelden dat uit de praktijk. Dus ik wil toch wel weten hoe u daar tegenaan kijkt. Nou, het zal ongetwijfeld voorkomen. Hè. Ik bedoel, dat bestrijd ik niet. Maar het is wel in die zin een soort algemeenheid dat als je thuis je huis gaat verbouwen, dan is ook de volkswijsheid dat de aannemer ook altijd 30% meer werk zou factureren. Maar dit is dan vaak ook eerder het gevolg van dat je niet heel duidelijk bent geweest wat je wil hebben en dat je niet er bovenop hebt gezeten qua governance en leiderschap. En ik denk dat bij digitale bouwprojecten waar we het hier over hebben, dat precies dezelfde wetmatigheid geldt. Maar ik heb dus naar het lijstje projecten gekeken die wij doen in overheidsland. En ik denk dat wij is in dit geval Ordina. Ja. En ik ga er dan vanuit dat het lijstje wat wij hebben niet heel erg anders afwijkt dan onze collega's in de industrie. En dan zie je dat het grootste gedeelte van de projecten gaat gewoon goed. Dus ik hanteer altijd de regel van 6-3-1 met dit soort werkzaamheden. 60% van de projecten gaat gewoon goed. En dan wordt er ook een redelijke marge verdiend. 30% heeft wat issues, maar komt wel goed. Maar is zeg maar break-even in economische termen. En 1 op de 10 keer zie je dat het dan gewoon fout gaat. En de vraag, en daar zijn wij als leverancier ook heel druk mee, van, ja, kan je nou eigenlijk wel, is het realistisch om te verwachten dat het altijd goed moet gaan? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, ja, je moet er ook wel eens een keer van uitgaan dat het een keer fout gaat. Dus misschien is zo'n 6-3-1 verdeling helemaal zo slecht nog niet. Je probeert natuurlijk wel als leverancier en als klant altijd te voorkomen dat als het op een gegeven moment verkeerd gaat, dat je er dan ook als de kippen bij bent. Ik denk dat dat eerder de les is. Maar we zullen toch denk ik met z'n allen moeten accepteren dat als wij een hele digitale infrastructuur en wereld met elkaar aan het bouwen zijn, ja, dat het wel een keer mis zou gaan. Wat is een redelijke marge bij die 60%? Als de projecten goed gaan? Ja. Wij hebben als bedrijf een targetmarge van 10%. En wat maakt u op die 60%? Hoe komt u erboven? Op die 60% projecten die goed gaan, zit je zeg maar rond die 10%. Ja. En die 30 zijn break-even. En hoeveel verliest u dan op die 10? Nou, dat varieert heel erg, maar dat kunnen hele hoge percentages zijn. Dus dan moet je denken dat als je een project hebt van 6 miljoen, dat je bijvoorbeeld 2 miljoen euro de boot in gaat. Maar als je alles optelt, dus die winstmarge van 10% op die 60 en dat verlies af en toe smerige negatieve klappers op die 10%, maakt u uiteindelijk natuurlijk gewoon netjes winst. Wij maken daar totaal gezien op alle projecten, maar zitten wij daar nog wel zeg maar in de plus. Om een goede bedrijfsvoering te hebben en ook weer voldoende middelen hebben om te investeren, zou het wel beter moeten worden. Ja, sorry. Ja, even over die 6-3-1. Nou kan je natuurlijk zeggen van 1 per 10 gaat er mis.
Ja. En dat zij dan zo, want misschien komen we wel nooit aan nul, tenzij je natuurlijk kunt zien dat het telkens dezelfde soort projecten zijn die misgaan. Kunt u daar iets over zeggen, over algemene kenmerken van projecten die mislukken? Ja. Dat kan je zien. Of er zijn wel een aantal, zeg maar, indicatoren die er toe leiden dat een project een grotere kans van waarschijnlijkheid heeft dat misgaat. En zo besturen wij bijvoorbeeld als het groot is en bij de overheid is. Nee, ik zou niet willen zeggen dat het bij de overheid een grotere kans van falen heeft dan elders. Er zijn naar onze ervaring twee belangrijke vragen die wij ons stellen voordat wij überhaupt een offerte gaan uitbrengen of meedoen aan een aanbesteding. De eerste vraag is, wat u al aangaf, is wat is de omvang en de mate van complexiteit? Dan moet u voorstellen, als wij bijvoorbeeld een relatieve eenvoudige Oracle-implementatie bij een ziekenhuis doen op de inkoopafdeling, dan is dat voor ons relatief beperkt qua complexiteit en voor de klant ook. Dat is er wel eentje die in de 60% valt. Ja, dat zijn vrij risicoloze projecten. En in de fysieke bouwwereld maken wij wel eens de analogie. Dat is het bouwen van een tuinhuisje. Hè? Maar als het bijvoorbeeld is om het core proces van een bedrijf te automatiseren, waarbij er meerdere afdelingen vanuit Ordina betrokken zijn en meerdere afdelingen vanuit de klant, waardoor er dus ook meerdere directieleden en ook meerdere bestuurlijke complexiteit bij betrokken is, dan gaan wij daar heel goed naar kijken. Gecombineerd met het feit, dat is de tweede vraag die wij ons stellen, van wat is eigenlijk de kwaliteit en het vertrouwen van de relatie die wij met die klant hebben en wat is de kwaliteit en het vertrouwen van de klant in ons bedrijf. En de vraag die wij altijd stellen voordat we dan zo'n offerte uitbrengen is, hebben wij het telefoonnummer van een van de bestuurders die wij op zaterdagavond kunnen bellen? En hij of zij zit in een diner en hij loopt eruit, want hij weet dat als Ordina belt, is het wel even belangrijk. En dat geeft denk ik ook weer hoe wij erin zitten, omdat die grote complexe programma's, hoe goed je er ook over nadenkt voordat je begint, het zal altijd veel bijsturing tijdens de bouwwerkzaamheden vergen. En daardoor moet je dus ook een hele goede relatie hebben. En als je een goede relatie hebt met een klant, dan weet je waarschijnlijk ook heel erg goed hoe zo'n klant functioneert en hoe de processen lopen. Dus wij zijn daar als bedrijf zeer selectiever in geworden voordat we een offerte uitbrengen. Door schade en schande wijs geworden. Kunt u iets over die schade en wellicht ook over die schande vertellen? Jazeker. Als je gaat kijken naar de schade die je daar als bedrijf kan oplopen, kan zomaar in een jaar in de miljoenen oplopen. Nou, dan moet u je voorstellen dat wij een bedrijf zijn met een totale omzet van een kleine 400 miljoen. Met een zeg maar winstgetal van circa 20 miljoen. Als je dan een paar miljoen op projecten verliest, dan is dat heel erg vervelend. Maar belangrijker is dat als je geld verliest op een project, weet je in ieder geval één ding, is dat die klant er niet beter van geworden is. En laten we dat voorop stellen. Dus qua reputatie is dat gewoon heel, heel erg vervelend. Zowel... Voor het weet mag je nooit meer bellen op zaterdagavond tijdens het diner. Ja, voor het weet wel, ja. Ja. En het is ook heel vervelend intern voor de mensen die eraan gewerkt hebben. Want die vaklui, daar ligt het gewoon niet aan. Het zijn gewoon goede mensen. Maar het is niet leuk voor mensen als ze een half jaar aan iets gebouwd hebben en uiteindelijk leidt het tot niks. Ongemerkt zijn we eigenlijk begonnen over wat ik al aankondigde, waar we het over zouden hebben, namelijk de knelpunten bij aanbestedingen. Ja. Laten we eerst even vragen, hoe gaat dat nou met zo'n aanbesteding? Ook voor mensen die van buiten met ons meekijken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik vanuit mijn eigen ervaring als heel kleine ondernemer, weet ik dat ik het in ieder geval altijd buitengewoon lastig vond en vervelend vond. Dat grote bedrijven, die hebben hele etages vol met juristen die daar alleen maar aanbestedingsformulieren uit hun hoofd kennen en zitten in te vullen. En ook dat op een buitengewoon kundige manier doen. Terwijl je als vertegenwoordiger van het midden- en kleinbedrijf staat te kijken zoals een zooloog naar een bijzonder insect. Van hoe zal ik dit nou toch eens een keer gaan aanpakken? Dat het MKB staat per definitie op achterstand. Ik spreek u nu dus aan even als Nederland ICT-vertegenwoordiger. Mm-hmm. Ja. Herkent u dat probleem? Het is voor grote bedrijven die veel business doen in de overheid, denk ik, veel makkelijker om aan een aanbesteding mee te doen dan voor een kleiner bedrijf. Absoluut. Zou dat niet eigenlijk anders moeten zijn? Je zou wel een meer level playing field willen creëren, ja. Dat vinden wij als branche ook. Gelijk speelveld creëren, ja. En dat zeggen we al heel lang, maar waarom doen we dat dan niet? Ja, dat is een vraag die u niet bij mij neer moet leggen, maar bij moeten wij hem zelf stellen, vrees ik. Ja, zelf stellen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook wel, als je
kijkt over de grotere ICT-programma's, is dat natuurlijk voor een kleiner bedrijf denk ik ook veel moeilijker om het totaal aan te nemen. Omdat je natuurlijk ook heel veel expertise en het risicoprofiel van die aard is dat een kleine speler denk ik dat in principe ook niet zou moeten willen. Maar zitten er ook in de aanbesteding elementen waardoor het onnodig moeilijk wordt gemaakt voor MKB'ers? Er zijn wel eens wat vragen, bijvoorbeeld van hoeveel FTE-kennis heeft u op een bepaald expertisegebied? Wat natuurlijk eigenlijk een hele legitieme vraag is. Hè? Want stel dat je werkt aan een grote implementatie van SAP of van Oracle, wil je wel zeker weten als klant dat daar voldoende kennis is. Daar wordt natuurlijk dan een bepaalde grens gesteld. Als je daar dan onder zit als MKB'er, dan heb je in die zin wel even pech. Ik denk ook dat er nog wel eens wat issues zijn rondom aansprakelijkheid. Die natuurlijk ook een rol speelt bij aanbestedingen. Licht eens toe, issues rond aansprakelijkheid. Je bedoelt dat je als dat die eisen, als er iets fout gaat bij de firma terechtkomen die het heeft aangenomen. Ja. En dat kunnen soms gigantische bedragen zijn die voor een kleiner bedrijf niet zijn op te brengen. Ja, relatief gezien kunnen die natuurlijk voor een kleiner bedrijf een grotere rol spelen dan voor een groter bedrijf. Kijk, wij zijn een Benelux speler. Wij zijn relatief groot met een kleine 400 miljoen omzet. Maar er komen ook wel eens hele grote aanbestedingen langs, die voor ons bedrijf zelfs misschien te groot zijn. En wat zou wij als commissie moeten doen om aan de Tweede Kamer te adviseren die dat dan eventueel zou moeten overnemen om te zorgen dat die aanbestedingsproblemen zowel voor het midden- en kleinbedrijf als voor de leveranciers minder belemmerend werkt om gewoon een opdracht fatsoenlijk te kunnen doen? Ja, nou ik denk dat in ieder geval één ontwikkeling is die je ook al bij de overheid ziet, is om grote projecten eerder op te delen in een aantal kleinere deelprojecten. Nou, dat zou denk ik sowieso al een grote stap voorwaarts zijn. Ik denk ook dat het zou helpen dat als er op een gegeven moment bepaalde eisen zijn van omvang, om daar dan wel heel selectief te zijn. Want dat helpt natuurlijk eerder de grotere spelers dan de kleine partijen. Ik denk wat wel zo is, dat is dat de overheid natuurlijk ook een aantal stappen heeft gemaakt om een aantal dingen vergaand te centraliseren, om ook inkoopvoordelen te realiseren. En dat staat natuurlijk wel op gespannen voet om natuurlijk het MKB in het zadel te helpen. Maar is niet ook een van de kernbezwaren van uw brancheorganisatie dat allerlei dat aanbestedingen ook worden gebruikt als beleidsinstrument? Dus om allerlei dingen die de overheid wil bereiken op het gebied van duurzaamheid en milieu, dat die ook allemaal in die aanbestedingen terechtkomen? Ja, dat is ook een veelgehoord kritiekpunt, ja. Kunt u dat wat toelichten? Nou, er worden natuurlijk vaak allerlei vragen gesteld of referenties die je aan moet leveren op bepaalde gebieden van duurzaamheid. Maar dat kan ook van klanttevredenheid zijn. Ja, die natuurlijk wel op een gegeven moment een speler die wat minder ervaring heeft niet zal helpen. Dat klopt. En er worden vaak überhaupt in aanbestedingen heel veel zaken gevraagd waarvan je af kan vragen of dat zo doelmatig is. Het zijn vaak vrij omvangrijke offertes die de deur uitgaan. Ik heb er eentje helemaal doorgelezen van A tot Z. Elk individueel punt kan je wel wat bij voorstellen waarom iemand het vraagt, maar er wordt vrij weinig, te weinig besteed, denk ik, aan de essentie van de oplossing waar het om gaat. Dus dat is een beetje uit balans, vind ik persoonlijk. Ik hoorde laatst van iemand met een wijnhandel, die had de aanbesteding verloren. En die had die verloren van iemand die had snel een elektrische auto gekocht. En die ging die wijn afleveren met een elektrische auto. En dus scoorde die beter op duurzaamheid. En die had die aanbesteding gewonnen. Want die had een elektrisch autootje. Dat was veel milieuvriendelijker. Ja. Bedoelen we dat soort dingen ook? Maar dit is een klein voorbeeld. Voor. Ja, dat soort dingetjes komt ook wel eens voor. Ja. En dat vindt u niet juist? Nou, weet je, het is heel makkelijk om te zeggen dat onzin is. Maar ik begrijp heel erg goed dat vanuit overheidswegen natuurlijk wel ook bepaalde duurzaamheidscriteria gevraagd worden aan leveranciers. En want we willen natuurlijk toch met z'n allen naar een duurzame wereld toe. En dan zal de overheid daar denk ik wel het goede voorbeeld moeten geven. Maar wat je dan wel vaak terugziet, dat zijn dan bijvoorbeeld wat u noemt die CO2-certificaten bijvoorbeeld. Dat je een bepaalde certificering moet hebben en dan krijg je een aantal extra punten. Ja, op zich vind ik de idee heel erg goed. Ja, het zou wel eens een keer tot wat rare toestanden leiden waarvan u er net een mooi voorbeeld had. Ja, nou is het ook zo, hebben wij uit eerdere gesprekken begrepen, dat het in Nederland niet vaak gebeurt. En het is op zich ook lastig
dat je kunt kijken naar wat iemand in het verleden gepresteerd heeft. Want vanuit de overheid gezien. Als je een aanbesteding doet en je wilt iemand hebben, dan kan u als leverancier, u kunt 3 referentieprojecten noemen. Nou, dan noemt u er 3 die buitengewoon goed gegaan zijn. Maar als u er 100 heeft gehad waar u er een bende van gemaakt heeft en u noemt die niet, dan mag de overheid als aanbestedende partij, als degene die dus bij u iets wil gaan bestellen, die mag niet over die 100 mislukte projecten gaan zeuren. Wat is dat eigenlijk voor raars? Ja, hoe dat precies zit in de aanbestedingswetgeving, dat weet ik niet. Wat van de overheidswegen wel en niet mag gebeuren. Ik denk dat aan de ene kant als overheid heb je natuurlijk altijd de doelstelling dat je een gelijkwaardig speelveld voor alle leveranciers wil creëren. En ik denk toch dat je ook een gelijkwaardig speelveld wil creëren, ook voor partijen die misschien vroeger een keer iets niet goed hebben gedaan. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk wat wel een heel goed idee zal zijn, is dat er vanuit de overheid door de CIO's of de andere mensen die verantwoordelijk zijn voor IT vaker overleg wordt over bijvoorbeeld de kwaliteit die zij ervaren uit de markt. En er zijn natuurlijk een aantal overlegorganen die over ICT en ICT-ontwikkelingen leveranciers spreken, zoals bijvoorbeeld ook de manifestgroep er een van is. En ik denk dat het heel goed is dat dat soort kennis binnen de overheid ook gewoon gebundeld wordt en ook terug wordt gegeven aan de industrie. Ja, moet je even toelichten wat die manifestgroep is? Dat is een groep waarbij een aantal bestuurders van ZBO's regelmatig bij elkaar komen om over een aantal onderwerpen te spreken en kennis te delen. Ja. Nou is het zo dat in Amerika is er een enorme database waar iedereen uit kan putten, waarin open en bloot transparant voor iedereen te zien is hoe bepaalde leveranciers, adviseurs, gefunctioneerd hebben, waar het goed gegaan is, fout gegaan is. En als je dus een bedrijf in wilt schakelen, dan maak je dus ook gebruik van zo'n database. Wat zou u ervan vinden? Het heeft allemaal ingewikkelde rare namen en voorstellen, maar het gaat mij even om het principe. Ja. Wat zou u ervan vinden als we in Nederland zo'n soort database ook bij de aanbestedingswet gewoon zouden kunnen gebruiken en dat we hem voor dat doel ook zouden inrichten? Nou, ik denk op zich om zeg maar de kwaliteit transparant te maken, dat is alleen maar toe te juichen. Ik denk wel dat je heel snel in een hele ingewikkelde discussie gaat komen van hoe kan je nou vaststellen wat de kwaliteit van die leverancier daadwerkelijk geweest is. Dat is nog niet zo eenvoudig. Ik denk dat dat bijvoorbeeld bij producten misschien nog wel wat eenvoudiger is dan bij systeemimplementaties. De reden waarom er altijd zoveel discussies zijn over ICT-projecten is dat het altijd een gezamenlijke effort is, een gezamenlijke inspanning van de klant samen met de leverancier, want je moet samen zo'n systeem ontwikkelen en implementeren. En als het op een gegeven moment fout gaat, is het niet eenduidig om aan te geven waardoor dat komt. En wat nog belangrijker is, dat je natuurlijk ook een ICT-systeem niet kan zien, je kunt het niet beetpakken. Dus als er op een gegeven moment geen dak op een huis staat, dan ziet een kind van 3 dat er geen dak op zit. Maar bij ICT is dat niet zo. Alles afrondend en samenvattend, want we kunnen wel alleen details door, maar dat is op dit moment niet zo nodig, denk ik. U vindt het een goed idee als bij de zogeheten implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen die vanuit Europa tot ons zijn gekomen, als we in de wetgeving voor Nederland nog eens een aantal dingen heel goed, of in ieder geval beter gaan regelen, zodat de overheid en de leveranciers beter op elkaar afgestemd zijn, ook in die aanbestedingsperiode. Nou, ik kan me sowieso goed voorstellen. Ik zit nu even hard op te denken dat als je alleen al een database zou bouwen met, want dat is toch al publiekelijk bekend, welke partij aan wie geleverd heeft en wie daar überhaupt, zeg maar, als referent zou willen fungeren, dan maak je het in ieder geval al transparant wie je moet bellen. Goed. Toch nog even naar die aanbestedingen en naar de offertes en naar die fase. Stel, u heeft als bedrijf besloten om een offerte uit te brengen. Wat is de belangrijkste factor die de hoogte van de prijs bepaalt? De belangrijkste factor die de hoogte van de prijs bepaalt bij ons is uiteindelijk altijd terug te voeren op uren en tarief. Want wij leveren arbeidscapaciteit. Als je gaat kijken bij softwareleveranciers, is dat een ander model. Want die leveren natuurlijk een softwarepakket. En dan praat je over licenties. En bij hardwareleveranciers is het natuurlijk gewoon, ja, zeg maar, de kosten of de prijs per product, per doos die geleverd wordt. Ja. Nou, is het geen makkelijke tijd. Zeker geen makkelijke tijd geweest. Het gaat misschien nu iets beter. Gaat het trouwens iets beter? Bij ons gaat het ietsjes beter, ja. Het is geen makkelijke tijd geweest.
Als u hoe en u hebt mensen op de bank zitten of heeft ze moeten wegsturen of daartussenin, een beetje weifelen. Wat doet u als u hoe dan ook zo'n opdracht binnen wil slepen? Er wordt wel eens met prijzen gestunt, zoals dat heet. Dat doen wij niet heel veel als ordine, maar we hebben het ook wel eens gedaan. En dat doe je bijvoorbeeld als je echt graag een opdracht wil winnen en je hebt, zoals u aangeeft, een aantal mensen op de bank zitten. Ja, dan ga je daar bijvoorbeeld niet met 80 euro per uur rekenen, maar zeg ja, dan doen we het voor 50 euro per uur. Nou, dat doe je dan om een aantal redenen kan je dat doen. De eerste reden is dat je het gewoon belangrijk vindt om eens een keer een project bij die klant te doen. Dat je zegt, ik wil gewoon een keer naar binnen en ook wat ervaring op te doen. Een andere reden kan zijn, is dat je zegt, van ja, als ze op de bank zitten, dan krijg ik er 0 euro voor. En als ik er toch nog een paar tientjes voor krijg, heb ik toch geld verdiend. Ja, wel met verlies, maar uiteindelijk levert dat wel wat op. Maar nu hebben we hier ook mensen gehad, en die zeiden, die leveranciers, die willen dat zo graag binnenhalen, dat ze soms lager inschrijven dan reëel is, dan winnen ze het. En dan weten ze dat ze later met zogeheten meerwerk, extra werk, uurtje factuurtje, dat ze alsnog gewoon netjes winst kunnen maken. Wat overigens op zich een goed recht is, maar die methode die vinden ze niet chic. Ja, hoe vind ik ook niet chic. Nou, ik vind het toch geen chique methode. U heeft het nooit gedaan? Ik heb dat bij Ordina nooit gedaan. Nee, u heeft het ergens anders ook nooit gedaan? Nee. Nee. Komt ook nooit voor in de markt? U kent het niet? Hoort er niet van? Het komt ongetwijfeld voor. Hè, want ik gaf net al het voorbeeld uit de fysieke bouwwereld dat een hele gebruikte methode is. Het zal ongetwijfeld ook voor mijn tijd bij Ordina ook gebeurd zijn in de industrie. Maar wij doen dat nadrukkelijk niet meer. Omdat wij er ook namelijk niet geloven dat het op lange termijn goed is voor je klantrelatie en voor de kwaliteit. Het levert altijd gedoe op. Maar we hebben hier een aantal mensen gehad die zeiden, het gebeurt echt. Ja, ongetwijfeld. Maar u moet daarvan gehoord hebben. Sterker nog, u moet hebben gevloekt in die bestuurskamer. Omdat u zei, nou heeft die en die gewonnen. Maar ze hebben, en dan volgt de vloek, XYZ, zo en zo veel onder de prijs gezeten. Ze hebben het werk gekocht. En later gaan ze natuurlijk met meer werken eruit peuren. Nee, dat soort discussies hebben we eigenlijk nog niet gehad. Nee. Nou zei meneer Flippo hier, de oud-CIO van Buitenlandse Zaken, van de gemeente Amsterdam zit hier nu. Mm-hmm. Die zei, een marktpartij gaat soms aanbestedingen aan in de wetenschap dat hij er misschien niet helemaal aan kan voldoen. Maar al heeft nagedacht hoe hij omgaat met de boetes die ik met hem overeengekomen ben. Ja, doen wij niet. Nadrukkelijk niet. Nee, ik vind het ook. Het zal ongetwijfeld gebeuren, hè, maar ik vind dat geen. Dat is geen lange termijn strategie. Ik geloof daar gewoon principieel niet in. Meneer Matthijssen zei, grote bedrijven winnen meestal opdrachten door laag in te schrijven, wetende welke gaten er in de beschrijvende documenten zitten. Op die manier komen ze er via meerwerk uiteindelijk toch goed uit. Ja, ik herken het niet. Nee. Collega van Meenen. Nee. Nou, het beeld is een beetje, het gebeurt ongetwijfeld, ja. Maar u herkent het persoonlijk niet. Maar u bent ook nog vicevoorzitter van Nederland ICT. Ja. Ligt daar voor die organisatie ook nog een taak om elkaar aan te spreken? Nou, dat is een hele goede vraag. Daar ligt zeker een taak voor Nederland ICT om ook te zorgen dat de hele sector gewoon goed over de bühne komt. En daar hoort elkaar aanspreken zeker bij, als dat nodig mocht zijn. Wat natuurlijk wel zo is, is dat wij natuurlijk ook aanbestedingstechnisch gezien natuurlijk op geen enkele wijze met elkaar kunnen praten over offertes, aanbiedingen, prijzen of wat dan ook. Dus je ziet toch dat op individuele trajecten wordt daar uiteraard geen kennis over uitgewisseld en dat mag ook niet. Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik weet niet of het lidmaatschap van Nederland ICT onvoorwaardelijk is, bijvoorbeeld. Hè? Mag iedereen zich daar aanmelden? Of moet in je principe, ook nog ergens aan voldoen? Ja, in principe staat het lidmaatschap open. Het is wel zo dat voordat je lid wordt, wordt die lijst van nieuwe leden rondgestuurd aan de bestaande leden, of in ieder geval aan het bestuur. En mochten daar dan issues zijn, dan kan dat gezegd worden. Heb ik overigens in mijn tijd nog niet meegemaakt. Maar u pleit er eigenlijk voor om toch iets meer zelfreinigend vermogen in te bouwen in de sector, als ik het goed begrijp. Zelfreinigend vermogen, dat duidt erop dat er echt iets mis is. Die woorden zal ik niet gebruiken, want ik denk dat bij die leveranciers is niet zoveel mis. Nee. Maar stel dat wij constateren dat er wel iets mis is, hè, dat, tot uw verbazing dan ongetwijfeld. Vindt u dan dat er een taak is voor Nederland ICT? Ik denk dat Nederland ICT daar zeker een bijdrage aan kan leveren, ja. En wat denk ik wel belangrijk is dat als er problemen zijn
Met de conculega, want er wordt natuurlijk in de regel heel veel samengewerkt tussen die bedrijven op projecten en bij klanten. Dan zal daar zeker elkaar worden aangesproken, maar het zal eerder op individueel geval zijn dan dat dat via de brancheorganisatie loopt. U schreef zelf in een opiniestuk in het Financiële Dagblad op 26 juni 2012... we moeten weg van vormen waarin de prijs de doorslaggevende factor is om het project te winnen. En je daarna moet hopen de winst te halen uit meer werk. Mm-hmm. Dat moeten lijkt we ook weg aan te geven dat u dat fenomeen herkent. Ik herken het fenomeen zeker. En dus moet niet weten, zitten hopen op meer werk. U moet niet weten hoeveel mensen er af en toe toch ook binnen ons mooie bedrijf aan mijn bureau staan die dit soort dingen willen doen. Maar wij geloven er gewoon niet meer in. Qua filosofie niet meer. Niet meer. En toch wanneer wel? Nou, ik denk dat zolang ik er ben dat we de weg ingeslagen zijn. Dat we dit soort dingen niet doen. In welke mate het is voorgekomen voor mijn tijd, ja, dat weet ik niet. Hoe lang zit u er al? 4 jaar, bijna 3,5 jaar. Ja. Nou, dan dringt het maar langzaam. Als er nog steeds mensen aan uw bureau komen, dringt het maar langzaam door. Nou ja, kijk, dat wordt natuurlijk altijd heel erg van de negatieve kant. Maar kijk, wij hebben een commerciële afdeling, een accountapparaat bij ons. En die willen natuurlijk ook nieuwe klanten binnenhalen. En die komen natuurlijk ook wel eens met voorstellen van, nou, ik wil op deze manier, denk ik, dat wij bij die klant een hele mooie propositie hebben om een keer ons eerste project te doen. Nou, daar wordt daar natuurlijk zorgvuldig naar gekeken. Maar waar ik heel erg tegen ageer, is het feit dat je op voorhand een strategie hebt om tegen lagere kosten aan te bieden, zodat je het via de achterdeur weer terug kan halen. Daar ben ik zwaar op tegen. Dat betekent niet dat wij af en toe ook wel eens een keer met korting aanbieden, maar dat is wat anders. We hebben begrepen dat u hoe dan ook om 14:15 weg moet. Kunnen we daar nog 5 minuten bij smogen? Nee, ik heb meer flexibiliteit, omdat één afspraak er uitgevallen is. Oké, dan gaan we iets minder jagen dan ik van plan was. Dan hebben we nog een kwartiertje uitloop maximaal. Prima. De heer Udebelt. Ja, u zegt, sinds ik bij Ordina zit, gebeurt het niet meer. Komt dat nou door u? Of doet u bij Ordina zo omdat het van uw brancheorganisatie moet? Nee, die brancheorganisatie die speelt geen rol in de individuele aanbestedingsstrategieën van haar leden. Nee. Nou ja, maar er zijn brancheorganisaties die hebben ethische codes, die spreken normen af. Je kunt zonder om direct in kartelvorming te vervallen, kun je toch in de branche codes afspreken. Waarop je vindt dat je je moet gedragen. En dit zou er één kunnen zijn, wat u nu eigen bedrijf toepast, kennelijk. Dat voor heel ICT Nederland gaat gelden. Ik denk dat. Kijk, dat is ongetwijfeld. Zou je dat kunnen doen? Ik zie niet 1, 2, 3 hoe je dat heel praktisch zou kunnen maken. Dat zie ik niet 1, 2, 3 vormen, omdat je dat natuurlijk ook niet van tevoren transparant hebt hoe partijen erin zetten. U vroeg overigens van, sinds u er bent gebeurt het niet meer. Niet, daar wil ik niet mee suggereren dat het voor mijn tijd wel gebeurde, maar ja, toen zat ik er niet en weet ik het niet. En dus zolang ik er ben, doen we dit soort praktijken gewoon in ieder geval niet. Goed, laten we ervan uitgaan dat het allemaal goed verloopt, de aanbesteding, maar dan kan er tijdens de uitvoering kan er ook nog... Kunnen er problemen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer ontstaan? Wat is uw strategie om dat te voorkomen vanuit uw bedrijf dan? Wellicht is er ook landelijk een beeld, maar... Ja, wij zijn daar ook door ervaring wijzer geworden. Dus sinds, nou, laat ik zeggen, een jaar doen wij dat echt anders. Dat wij gemerkt hebben dat bij de grote complexe ICT-programma's, dat het heel erg belangrijk is dat we ook een goede bestuurlijke verankering hebben bij de opdrachtgever. En dat er vanuit ons bedrijf, vanuit Ordina ook, een directielid bestuurlijk betrokken is bij de voortgang van die projecten. Je moet zich voorstellen dat wij ook een aantal programma's hadden die bij overheidsklanten vrij diep in de organisatie waren weggedelegeerd. Maar bij ons ook. En dan... Als er iets misgaat en het komt op een gegeven moment de bestuurlijke klom in, ja, dan weet je één ding zeker, dat op het moment dat het bij mij op het bureau valt, dan is dat te laat. En dan kan je bijna al niks meer bijsturen. Dus wat wij nu doen, is dat we voor de grote complexe programma's altijd een stuurgroep inrichten op directieniveau waar de
vertegenwoordigers van de klanten van Ordine in vertegenwoordigd zijn. En dat werkt heel goed, zijn we zeer tevreden over. En dan merk je dus ook dat onze organisatie ook veel beter in staat is om goed te acteren. Dat problemen ook veel sneller naar boven komen. En dat er dan ook veel sneller en eerder bijgestuurd kan worden. Ja, dat is helder. Maar er kan zich natuurlijk toch een... U beschreef het zelf al, er kan zich een probleem voordoen. Ja. En wat doet in algemene zin een ICT-leverancier als er zich een probleem voordoet met de opdrachtgever? Nou, je moet je voorstellen dat voor een commercieel bedrijf als Ordina zou je altijd alles doen om het goed te krijgen. Ja, want reputatieschade is natuurlijk enorm en je wilt natuurlijk altijd dat die klant geholpen wordt. Dat zit gewoon in het genen van een dienstverlenend bedrijf. Wat dat bij ons betekent als urenbedrijf, betekent dat wij er veel meer mensen op zullen zetten. Dus veel meer uren zullen maken om een bepaalde oplossing toch voor elkaar te krijgen. Dus als zo'n project dan uitloopt, ja, dan zal dat vaak resulteren dat een heel groot stuk en waarschijnlijk het grootste stuk of het hele stuk van die extra uren door ons betaald zullen worden. Daar zitten een paar elementen in wat u zegt waar ik dan even op door wil gaan. Want u zegt, nou, wij zijn een dienstverlenend bedrijf en, ja, die reputatie is ontzettend belangrijk. Even met dat laatste te beginnen. Dat wordt hier voortdurend gezegd, hè? Reputatie, ja, is belangrijk. Maar juist in de aanbesteding is reputatie helemaal niet belangrijk. Sterker, je mag er helemaal niet naar kijken. Waarom is het dan toch belangrijk? Want ook al heb je iets helemaal verknoeid, je kan eigenlijk zo de volgende aanbesteding weer in en er mag absoluut niet gekeken worden. Ja. Naar, hoe heet het ook weer zo mooi, de eerdere prestaties. Ja. Nou ja, maar voor één keer dan, past performance. Past performance, dat is wat ik bedoel. Prachtige term. Kijk, de overheid voor de meeste bedrijven zo tussen de 30% en 40% van hun markt. Maar er is ook nog 60% à 70% niet-overheidsmarkt in Nederland. En als je op de voorkant van het Financieel Dagblad of de Telegraaf staat met een verhaal dat je je werk niet goed gedaan hebt, dan... is dat niet best? Hè? Dat wil je niet. Niet alleen voor die klanten, maar ook voor de arbeidsmarkt. We hebben niet vergeten dat voor leverende bedrijven zoals wij... wij hebben natuurlijk ook een hele arbeidsmarktpositie die we te verdedigen hebben. Ja, en je wil gewoon toch als bedrijf, als kwaliteitsbedrijf naar buiten treden. Dus voor ons is er heel veel aan gelegen dat die reputatie niet in het geding is. Dus u zegt eigenlijk dat uw reputatie naar... het bedrijfsleven toe afhangt van u, ook mede afhangt van uw prestaties bij de, ja, overheid. Dat is en ook voor ons, ja, geval, omdat wij een beursgenoteerd bedrijf zijn, hebben wij natuurlijk ook nog te maken met investeerders in ons bedrijf. Nee, maar dus... dat... Even een tussenvraag. Meer mensen erin plempen, zou ik bijna zeggen, is hier voor ons door zowel meneer Mulder als meneer Meijer van gezegd, ja, en trouwens ook nog in het vorige gesprek, dat is soms contraproductief, dat helpt helemaal niet daarmee. Dan wordt het wel een stuk duurder. Voor, en wie dan uiteindelijk de rekening betaalt, laat ik dan nog even in het midden. Maar dat is helemaal niet goed om ineens 100 man erbij te gooien en het voor een bepaalde datum af te maken. Maakt, ja, het alleen maar slechter. Soms is dat zo, hè? Want als je iets aan het bouwen bent wat je niet moet bouwen, ja, dan moet je het beter stoppen, hè, bij wijze van spreken. Maar wat wel vaak zo is, is dat bijvoorbeeld, om het even een specifieke voorbeeld te geven, er is een bepaald stuk software ontwikkeld, dan wordt die getest en tijdens de test komen daar een aantal bevindingen, een aantal issues naar boven. Daar moet je natuurlijk ook een inschatting van maken. Nou, soms kost het dan bijvoorbeeld 2 dagen om een issue op te lossen, soms kost dat bijvoorbeeld weer 3 weken. Ja, dat kan je van tevoren niet helemaal inschatten. Dat is bijvoorbeeld 1 issue die vaak voorkomt. Een andere die vaak voorkomt is dat je op een gegeven moment een systeem bouwt en dan ga je het op een gegeven moment proefdraaien. En dan ga je gewoon met data, gegevens, ga je gewoon eens kijken, joh, doet dat ding wat het moet doen? Ja, soms zijn die gegevens niet op tijd klaar. En dan zit een team te wachten. Dus dan is het wel handig om blik mensen over te werken. Ja, en dan moet je weer wachten, dus dat gebeurt. Goed, het is helder, hè? Dat ging over de reputatie, het belang, ja, daarvan. Tweede is, u zegt eigenlijk van, nou ja, als het dan dreigt te mislukken, dan gaan wij eigenlijk die rekening oppakken. Dat doen we door extra inzet van mensen, middelen, noem het allemaal maar op. Daar zijn verschillende dingen tegen in te brengen. De heer Leter bijvoorbeeld, van het ministerie, die heeft hier gezegd, nou, eigenlijk is de overheid die betaalt uiteindelijk altijd. Dat is één ding, een feit dat hij dat hier gezegd heeft. Tweede is, we hebben vanochtend de heer Mensonides hier gehad, die jarenlang vanuit Logica met UWV
bezig is geweest. Het We Do project, misschien kent u het, maar in ieder geval dat ging ook mis. En aan het eind, en toen werd er gewoon een rekening neergelegd bij het UWV van 2,2 miljoen euro. Hm. Van nog even een heleboel uren die, precies zoals u het net beschreef, gemaakt waren om het alsnog allemaal goed te laten landen. En die is gewoon grotendeels betaald door het UWV. Dat lijkt... Nou, ik wil uw reactie daar graag op, hè? Want u zegt eigenlijk, nou, wij pakken... Ja. Is Ordina dan een soort bedrijf dat alle rekeningen van de overheid oppakt? Of, want dan nee. Is het ook goed om te weten, als dat zo is. Ja, want dan, dan weten we waar we snel marktaandeel in. Waar we voor dan terecht goed zijn. Nee, laat ik nog even om uw aanleiding... In de regel is het zo dat wij het grootste stuk van de rekening betalen, maar dat is ook niet altijd zo. Hè, soms gaat ook wel een rekening door naar de overheid en vinden wij ook dat een overheidsklant dat moet betalen. Als de reden van de vertraging of van de additionele werkzaamheden echt gelegen zijn in het feit dat de overheid iets over het hoofd heeft gezien of additionele specificaties heeft gehad. Hè, dus dat doen wij ook. Hè. Dat is ook een commercieel bedrijf en dat is ook goed. Maar wat wel vaak zo is, is dat uiteindelijk ervaren wij het als commercieel bedrijf dat onze onderhandelingspositie als leverancier, ja, je bent toch uiteindelijk onderliggend. En je gaat toch niet heel snel procederen tegen een klant. Hebben we wel eens gedaan hoor, maar dat is toch heel, heel, heel zeldzaam. Maar daar hoeft u zich bij de overheid toch ook eigenlijk geen zorgen over te maken, over dat procederen. Want wij hebben in het verleden van meneer Leter begrepen dat de overheid zelf ook nooit een procedure start. Dus is de andere kant van de medaille niet dat u zich daar überhaupt geen zorgen over hoeft te maken? Want zo er al een conflict is, is het dan ook niet de overheid die zegt laten we maar om de tafel gaan zitten en laten we er vooral maar geen rechtszaak van maken? Nee, het is zeker zo dat de overheid wel vaak er sterk juridisch in zit. Wat je wel vaak ziet is dat in de aanloop van zo'n juridische zaak, er wordt er natuurlijk veel gesproken en brieven over en weer gestuurd, dat de meeste zaken wel opgelost zullen zijn voordat ze überhaupt bij de rechtbank zullen landen. En wij als leverancier, en ik denk mijn collega's ook, halen toch vrij snel bakzeil voordat je in een rechtszaak echt ingaat. Dat wil je niet, want dan kom je toch weer met dat punt reputatieschade. Ja, maar dat wil de overheid, hè? Dat was wat meneer Leter zei, dat is wat de overheid ook niet wil. Hè? En de overheid kan er vrij juridisch in zitten. Ik zit er meestal ook vrij juridisch in, maar ik start ook geen rechtszaken. Dus de andere kant van de medaille is, u hoeft zich daar nooit zorgen over te maken, want de overheid, zoals meneer Leter zei, procedeert eigenlijk nooit. Ja, dat herken ik dus niet. Ik maak me er wel vaak, ik maak me er ook zorgen om als zo'n zaak speelt. Ik heb niet het idee dat wij ons kunnen permitteren als bedrijf van God, die overheid spant toch geen rechtszaak aan, dus dat komt wel goed. Nee, dat herken ik niet. Ik vind eerder dat vanuit de leveranciers, en zo ook vanuit Ordina, maar ook vanuit de overheid, veel te snel juridisch doorgestapt wordt. Mijn ervaring is namelijk, het lost namelijk zelden iets op. Het kost een hoop geld aan de overheidskant, maar ook bij ons. Komt de relatie niet ten goede. En mijn ervaring is dat als je er op bestuurlijk niveau tijd in investeert in elkaar om te begrijpen wat er nou echt speelt, en dan ook gezamenlijk met een oplossing komt, kom je er altijd uit. Maar er is dan wel wat gezellige correspondentie vanuit die overheid in uw richting aan vooraf gegaan waarschijnlijk. Ja, en dat zijn geen leuke brieven. Ja, we hebben veel meer mensen hier aan tafel gehad, ook vanuit de zijde van de overheid, die heel erg hechten aan die relatie. Daar moet nog meer aan gewerkt worden. En dat, ik begrijp uw belang in die relatie. En de overheid heeft ook vaak nog een belang, omdat er ook nog weer afhankelijkheden bestaan. De contracten lopen langer door, er is nog beheer. De leverancier is de enige die het begrijpt uiteindelijk. En er wordt ook geïnvesteerd in die relatie, hè, bijvoorbeeld door de cafés. En toch moet u mij eens even afhelpen van een beeld dat ik dan langzaam maar zeker begin te krijgen. Dat is dat eigenlijk die relatie tussen overheid en bedrijven zo belangrijk is, dat die in stand blijft, dat daar uiteindelijk de Nederlandse belastingbetaler per jaar zomaar 1 miljard of nog meer voor over moet hebben. Ja, dat... Gaat u mij eens uitleggen waarom dat niet klopt?
Ja, ik denk dat als wij praten over een goede relatie, dan zit daar zeker ook een sociale component in van een kopje koffie of een borreltje met elkaar drinken, absoluut. Maar ik denk wat met name bedoeld wordt als je een goede relatie hebt, dat je veel begrip over en weer hebt voor hoe elkaars organisatie werkt. Dat wij bijvoorbeeld goed begrijpen dat als je een project doet voor de overheid, hoe de governance van de overheid werkt, dat je ook weet hoe de bedrijfsprocessen bij de overheid werken en ook andersom. En je ziet vaak dat heel veel van de ellende in projecten gewoon gecreëerd wordt omdat mensen vaak gewoon niet begrijpen wat de andere kant van de tafel eigenlijk doet. Verschil tussen begrijpen en begrip. Kijk, als je elkaar heel goed begrijpt, dan is de kans dat projecten waarschijnlijk mislukken kleiner. Dat zei op het laatst. Ja, ik vind het een goed wat u zegt, begrip. Is er niet te veel begrip? He, begrijpt men niet te goed van elkaar dat er toch, we moeten toch weer met elkaar verder, we hebben elkaar nodig. De overheid die betaalt, maar dat, die rekening komt wel weer een keer terug. Ik loop in ICT en overheidsland zeg maar 4 jaar rond. We leven natuurlijk al wat langere tijd in de periode van bezuinigingen. Ik merk bij de overheid dat er ook zeer scherp gekeken en gestuurd wordt op kosten. Vind ik overigens als burger vind ik dat een buitengewoon prettige vaststelling. Maar ik heb echt absoluut niet het beeld dat je makkelijker bij de overheid een rekening naar binnen zou kunnen schuiven die wel even betaald wordt. Nee, integendeel zelfs. En ik denk dat de overheid er heel scherp in de regel wel in zit. Helder. U heeft eerder in het gesprek met ons gezegd dat voor Ordina geldt dat grote overheidsprojecten eigenlijk per definitie verliesleidend, verliesgevend zijn voor u. Ja. Kunt u daar nog eens op ingaan? Ook voor ik heb naar aanleiding van die eerdere discussie die we erover gehad hebben, heb ik nogmaals ook onze projectenportefeuille doorgelicht. Daar kwam dus ook uit het verhaal van 6, 3 en 1. 6 winstgevend, 3 break-even en de laatste verlieslatend. Die laatste die verlieslatend is, dat zijn altijd grote, complexe projecten. Die dus over meerdere afdelingen gaan, zowel bij de klant als bij Ordina. Die ook, laten we zeggen, maar de nodige bestuurlijke complexiteit hebben. En daar verliezen wij regelmatig geld op, ja. En daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Maar wat is daar dan het gevolg van? Doet u ze niet meer of gaat u ze anders inrichten of verzoekt u de overheid om ze anders in te richten? Er zijn een aantal dingen die we echt anders doen sinds laten we zeggen maar 1,5 jaar. Eén is dat we zeer selectief zijn bij het besluit of we gaan aanbieden of niet. Dan gaan we echt goed kijken van oké, zijn wij de partij die dat goed kunnen leveren? En dan kijken we dus naar de complexiteit van de oplossing en ook naar het vertrouwen in de relatie die we hebben met die klant. Hebben we die niet, dan doen we het gewoon niet. Want je kunt beter geen project doen dan een verlieslatend project. Het andere wat we doen is dat we die projecten dus qua besturing dus veel scherper inrichten. Dit is ook bij 3 grote programma's het afgelopen jaar. Heb ik zelf in de stuurgroep gezeten. Nou, dan zeg je, nou moet jij dat nou wel doen, hè? Krijg je dat als vragen vanuit je bedrijf. Maar ik denk dat het heel goed was. 1 keer in de 6 weken een uur op bestuurlijk niveau elkaar in de ogen kijken. Van vinden we nu echt dat het goed gaat en wat hoor jij over dat project en wat hoor ik erover? En dan gaan we even bellen. En ik denk dat dat ongelooflijk goed werkt naar beide kanten toe. Dat zijn echt dingen die wij anders doen. Wat we bij de overheid zien is dat er ook bij de overheid veel meer gedacht wordt aan kleinere incrementele stappen. Eerder dan grote omvangrijke projecten. Dus je ziet ook dat het aantal uitvragen voor grote complexe nieuw bouwtrajecten, dat een stuk minder is. En dat juich ik toe. Ja, helder. Okay. We gaan langzamerhand afronden, maar de heer Ulenbelt had nog een punt. Veel eerder in uw betoog zei u dat u Ordina in de Benelux ook projecten voorbij ziet komen in een omvang die uw bedrijf niet zou kunnen dragen. Soms, ja. Soms. Ja. Zijn dat ook projecten van de Nederlandse overheid? Nou, dat is zeer uitzonderlijk, is dat. Maar er zijn ook wel eens wat uitvragen uit het bedrijfsleven. Dan moet u denken dat die qua omvang of qua geografie buiten de scope van ons bedrijf liggen. Dus wij kunnen natuurlijk heel goed leveren in de Benelux, maar buiten de Benelux zijn wij geen speler. Dus het speelt eerder, denk ik, buiten de overheid dan binnen de overheid. Maar wij beginnen zo langzamerhand, geloof ik, tot de conclusie te komen. Grote projecten,
dat is vraag om ellende zoals het nu gaat. Mm-hmm. Het moet allemaal kleiner, zegt iedereen. Ja. Dat bent u... Ja, waar het kan, zeker. Dat is absoluut wel een trend die je ziet in de ICT-industrie. Accepteer daarmee ook dat het misschien wat langer duurt. En dat je ook niet meteen alle functionaliteit aan iedereen kan bieden. Ik was namelijk even bang, maar dat is dus niet zo dat er nog hele grote overheidsprojecten in Nederland op stapel stonden die wij nog niet gezien hadden. Maar dat is dus niet zo. Voor zover ik weet niet, nee. Nee. Vindt u dat er een, daar ga ik mee afronden met een paar vragen op dat punt, dat er een verschil is tussen grote, in dit geval, projecten, zoals we ze hebben onderzocht bij de overheid en bij het bedrijfsleven? Wat is het kenmerkende verschil? Wij denken vast te stellen dat veel problemen die zich bij de overheid voordoen, bij grote projecten, natuurlijk ook in het bedrijfsleven voorkomen. Maar een paar kenmerkende verschillen zijn er wel en de belangrijkste daarvan lijkt te zijn dat er bij het bedrijfsleven veel sneller wordt gezet. Stop. Niet doormodderen nu. Stop. Wat is uw reflectie daarop? Er is zeker een verschil. Of het punt is van wanneer stoppen, dat zou ik niet genoemd hebben. Het verschil wat ik wel zie is dat denk ik het bedrijfsleven een aantal jaren voorloopt op de leercurve. Zeg maar 5 à 10 jaar. Dus zeg maar het besef bij de overheid dat ICT belangrijk is, dat ICT mooie, goede technologie hebt om de overheid zeg maar naar het volgende niveau te brengen. En dat je daardoor ook qua governance structuur CIO's moet hebben en ook een goede bestuurlijke verankering van ICT. Ik denk dat het bedrijfsleven daar 5 jaar eerder mee is dan de overheid. Tot zover uw acquisitie in de richting van de overheid. En wat zijn andere verschillen? Nou, dat zou ik als voornaamste verschil willen noemen. Ik was op vakantie 3 weken terug en sprak daar nog met een aantal mensen die ICT hebben geïmplementeerd binnen het bedrijfsleven. En daar was ik toch ook wel verrast door de enorme ellende die daar af en toe gecreëerd wordt. Dus ik zou niet durven claimen dat in het bedrijfsleven het veel beter gaat dan bij de overheid. Het enige verschil is dat bij het bedrijfsleven lees je het niet automatisch in de krant. Maar ook daar zijn reputaties in het geding. Ja, absoluut. Wij lijken vast te stellen dat een neiging bestaat om problemen ook niet aan te kaarten binnen de overheid. Om niet te willen terugkomen op eerder genomen besluiten. Dat noemen ze dan met een van die vreeswekkende termen lock-in. Herkent u dat? Nou, er zijn wel denk ik een aantal specifieke omstandigheden bij de overheid die het anders maken dan bij het bedrijfsleven. Ik heb daar persoonlijk ook een mening over. Wat ik vaak hoor in overheidsland is dat vanwege Thorbecke een aantal dingen niet zouden kunnen gebeuren, want het is verankerd in de grondwet, et cetera, et cetera, et cetera. Dat vind ik een beetje een dooddoener. En ongetwijfeld zal dat staatsrechtelijk wel zo zijn, maar daar kunnen we best wel wat aan doen, denk ik daar maar. Maar geef eens een concreet voorbeeld. Nou, waar dan ook zou de inrichting van Nederland niet zo rigide moeten worden gehandhaafd als de aanhangers van het Huis van Thorbecke zeggen? Ik denk dat als je van de maan naar de aarde kijkt, dat je Nederland, als je het morgen opnieuw zou inrichten, dat je denk ik toch een aantal dingen veel qua van de uitvoering veel dichter bij elkaar zou zetten. Nou, er zijn een aantal dingen gedaan op werkplekbeheer, datacenters, maar dat geldt natuurlijk ook bij een aantal uitvoerende instellingen, dat je dat denk ik ook veel dichter bij elkaar kan brengen. Geef eens een voorbeeld. Nou, dan moet je denken aan allerlei instellingen die bezig zijn met het innen van belastingen, kinderbijslag, SVB, UWV, DUO, et cetera. Ja, als je van de maan naar de aarde kijkt, hebben die toch uiteindelijk allemaal een vergelijkbaar in gelijkvormig proces. Nou, dan zou ik niet meteen claimen dat je dat allemaal samen moet voegen, want het is natuurlijk maar heel erg ingewikkeld. Maar je zou veel meer dingen samen kunnen doen. En er gebeurt al heel veel samen, maar ik denk dat dat veel sneller zou kunnen. Ik heb wel eens in een gesprek aangegeven, zou je niet de minister van uitvoering moeten hebben, die al die operatie aanstuurt. Dat doen veel bedrijven ook. Het is niet om te zeggen dat bedrijfsleven veel beter is dan de overheid, maar een keer dat je over na te denken van, joh, zou je al die grote uitvoerende instellingen niet onder één dak moeten brengen, vind ik een zeer interessant idee. Nog meer? Heeft u nog meer zeer interessante ideeën voor ons? Nou, ik vond dat wel eigenlijk een hele goeie. mijn lijst. Een andere wat ik nog eventjes wilde melden is cultuur.
Weet je, ik begrijp heel goed de achtergrond van uw commissie. En ik ben ook heel erg blij dat de commissie er is. Laat ik dat uitspreken. Omdat ik ook vind dat de discussie moet plaatsvinden over ICT. Want er zijn natuurlijk een hoop beelden. Maar ik vind wel dat we met z'n allen echt moeten beseffen dat we in relatief korte tijd veel bereikt hebben. En dat we een hele nieuwe digitale wereld aan het bouwen zijn met z'n allen. Er gaat ook heel veel goed verhaal. Nou, hij gaat ook heel veel goed verhaal, maar ik denk ook dat we ICT moeten zien. En het is niet zozeer omdat ik toevallig een ICT-bedrijf leid, maar het is denk ik wel echt een hele grote opportunity, mooie technologie om een doorbraak te creëren in de kostenstructuur van de overheid en ook veel betere dienstverlening naar de burger. Nou, wat ik ook graag zou willen zien is dat bij de uitvoering bij de overheid ook veel meer het besef komt dat de uitvoeringsorganisaties eigenlijk hele grote mooie ICT-bedrijven zijn. Dus kijk naar het UWV. Ik had er een gesprek een keer over met de bestuurders daar. Het is natuurlijk één grote ICT-operatie. Dat is mooi, spreek het uit, waardoor je ook gewoon veel meer talent kan binden aan dat soort instellingen, waardoor je denk ik ook veel beter innovatie kan gaan toepassen. Wat ik nu gewoon merk, en dat gaat mij gewoon echt aan het hart, is dat ICT gewoon een wat lelijk onderwerp is. Bestuurders hebben het liever niet in portefeuille. U noemt het een draak met 7 koppen. Terwijl ik denk dat dat ook Nederland heel erg mooi op de kaart zou kunnen zetten. Heel gewoon klein te temmen monstertje hoor. Ja. He, maar ik denk dat daar echt een opportunity ligt ook voor ons land. Omdat we denk ik toch kunnen zeggen dat we een vrij innovatief ICT-land zijn. En met deze mooie en stichtelijke woorden van uw kant gaan wij dit gesprek beëindigen. Onder hartelijke dank zeggen voor uw komst. Dank u wel. En ik schors de vergadering tot 3:15.